11 uur hebben we erover gedaan. Om vanuit boven in Groningen, Zeerijp, te rijden naar dit prachtige water, Domaine de Bougie. Aan de linkerkant zie je nu eerst twee huisjes. Het eerste huisje heeft alle faciliteiten. Denk aan de wc's, douches en laders voor de accu's indien je die gehuurd hebt. Het tweede huisje hadden we ook afgehuurd voor de koks. Hier konden zij eten maken en gingen we 's avonds met z'n allen eten. Het water zelf spreekt gewoon karper. Wetende dat er heel veel rivierkreeftjes zitten en heel veel dwergmeerval, moeten we ons aas absoluut aanpassen. Maar over het aas later meer. Stek 6 die je hier ziet en stek 7 die je hier ziet, zijn alleen bereikbaar via het lange zandpad aan de rechterkant van het water. Je kunt natuurlijk ook de andere kant op. Via deze weg kom je bij stek 1, 2, 3, 4 en 5. Stek 5 die je nu ziet, heeft de langste stijger van het water. Het is een prachtige stek met de blokhut pal tussen de bomen. Je krijgt echt het gevoel dat je midden in het bos zit. Op deze stek zaten Ian en Hessel. Direct naast stek 5 vind je stek 4. De stijgers van stek 4 en 5 wijzen van elkaar af, zodat je altijd van elkaar af zit te vissen. Stek 4 heeft heel veel mogelijkheden met aan de rechterkant twee kommen. Op deze stek zaten Harry en Stefan. Aan de andere kant van het water zitten Henk en Edwin. Zij zitten op stek 6. Omdat stek 7 deze sessie vrij was, hadden zij ook aan de linkerkant heel veel mogelijkheden. Recht tegenover stek 6 en 7 vind je stek 1, waar de organisatie zat deze sessie. Direct naast stek 1 vind je stek 2 en stek 3. Op stek 2 zat Nick deze sessie. In de eerste nacht werden we gelijk aan het werk gezet en ving Tom deze mooie spiegel. De spiegel van de week. Gelijk een mooie vis van 13 kilo, volle fluiten. Dus ja, gewoon prachtig. Dikke man. Zo wist Harry deze prachtige snoek te vangen van 1,14 meter en Stefan deze mooie spiegel. Ook voor Henk, Edwin en Nick was het raak. Henk en Edwin met 4 vissen en Nick met eentje. Ian en Hessel zouden overdag flink aan het werk gezet worden. Op dit moment weten ze het nog niet, maar Hessel is nu aan het drillen met zijn nieuwe PR. Je kan hier heel goed zien dat Hessel het echt zwaar heeft met deze vis. Een prachtig nieuw persoonlijk record die beloond wordt met mooie waterfoto's, waarna de vis weer rustig een rondje zal zwemmen op Domaine de Bougie.
Zojuist weer een prachtige spiegel geland. Net over de 30 pond grens, 34 pond. Prachtige vis, hele sterke vis ook, een drill van dik 10 minuten. Dus ja, dat is gewoon kicken. En nou ja, ik wil nog even jullie laten zien. Hij zit nou in de sling, we hebben foto's al gemaakt uiteraard. Ik hoop dat ik hem kan vasthouden, hij is behoorlijk wild alweer. Prachtige vis. Kom maar schat. Oh, oh. Motherfucker! Wacht hier keurig op de foto's. Hij vindt dit blijkbaar een mooiere plek. Nou, kom maar, even de rukken zien. Wat een schat, komt even terug. Fantastisch. Hij bezag je nat pak, maar vervolgens wel een fantastisch mooi moment. Prachtig. Zij iets omhoog. Mooie vis, Tom. Laten we gaan. Zo. Lekker meelopen, diepe water in. Zeventig kilo schoonheid. Gaat weer een rondje zwemmen. Op Domaine de Bougier. Op dit moment moest het gekste nog gaan gebeuren. Ik ben net bij Harry en Stefan geweest, ik leg denk ik 2 uurtjes in mijn bed en ik word gebeld door Harry. Hij zegt niks anders dan 27 kilo. Op de meest droge manier die je jezelf kunt inbeelden. Ik vraag hem wat hij precies bedoelt en hij zegt 27 kilo, Stefan. Meer kan er echt niet af. Ik stapte in de auto en reed direct naar de stek toe. Zo. We zijn snel onderweg naar Harry en Stefan. Die hebben de tweede 40 gewoon vanaf gevangen. Wat zeg ik? Ze hebben de eerste 50 van de week gevangen. 27 kilo schubkarper. Zo. Monster van een schub. Met z'n tweeën druk bezig. Waar gaat hij naartoe? Een fucking 27 kilo. Net over zelfs. Exact zo. Zo, wat een bak. Hier kan je echt goed zien hoe moeilijk Stefan het heeft met deze zware, mooie, grote schubkarper. Die ik zelf ook heb weten te vangen in 2015 op 24 kilo. Fantastisch gevist, Stefan. Gefeliciteerd nogmaals met je nieuwe PR. En zo komen we alweer aan het eind van de 4e editie van Brothers Versus. Volgend jaar staat 2 keer in de planning, waaronder we ook weer teruggaan naar dit water, Domaine de Bougier. Edwin, Henk, Ian, Hessel, Stefan, Harry, Thomas, Wouter en ik, namens Tom en mijzelf, bedankt. Dankzij jullie was het een fantastische week. Lijkt het jou nou wat om volgend jaar met ons mee te gaan? Dat kan. Hou onze Facebookpagina en onze website karpercentrale.nl de komende tijd goed in de gaten. Want voor 2019 komt er een boordevolle evenementenkalender, waaronder Frankrijk trips, wedstrijden en nog veel meer.